De Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM moet verplicht wat veranderingen ondergaan. Het bedrijf moet ook slagvaardiger worden, vertelde Alwin Linger, projectmanager van het internationale ontwikkelingsbankproject Water Supply Modernization Program SWMP, eerder deze week tijdens de persconferentie. De leidinggevende stelt dat er een grondige doorlichting is geweest binnen het bedrijf. Het is een hele tijd geleden begonnen, in 2019. En het is allemaal begonnen met wat wij noemen een audit van die organisatie. Die organisatie is met financiering van de IDB, is er een audit uitgevoerd die dwars door die organisatie gesneden heeft om te kijken van wat heb je allemaal nodig, wat moet er allemaal gebeuren. Uiteindelijk heeft dat zich vertaald in wat wij noemen een implementatieplan. Het implementatieplan is aan de ene kant technisch, maar vooral ook bedoeld om die organisatie efficiënter, effectiever, slagvaardiger te maken. Daartoe is een aantal actieplannen uitgezet en er is nu eenmaal een beperking wat betreft het beschikbare budget. Als u de directeur heeft gehoord, hoort u bepaalde bedragen noemen. Dus een dergelijk project gaat nooit alle issues kunnen aanpakken die zo het zij in een masterplan, het zij in zo'n audit aan de orde zijn gekomen. Voorbereiding van projecten kost veel inzet, meent Linger. Er moet ook worden gewerkt aan betere institutionele versterking van de SWM. Er zijn wat targets aangegeven. We praten over de vestiging, vroeger genoemd Centraal, tegenwoordig Paramaribo Wanika Para. En de bedoeling is dat we in dit project structureel, want daar gaat het om, dat die organisatie het efficiënter werken, het draaien met lagere non-revenue water percentages, dat echt een in het DNA van het bedrijf gaat zitten om het te doen. Het wordt geborgd. We zeggen dat je niet steeds projectmatig NRW terugdringt, maar dat de organisatie cyclisch constant bezig is met de NRW terugdringing en daardoor ook de voordelen uitboeken. Zoals je ziet, dan kom je meteen op de tweede doelstelling terecht. En dat is, als ik mijn NRW omlaag breng, dan streef ik er ook naar dat ik natuurlijk meer water beschikbaar heb. Als gevolg van efficiëntere bedrijfsvoering. Linger zegt verder dat er in 2022 een overeenkomst is getekend om het Water Supply Modernization Program uit te voeren. Dit project heeft een looptijd van 6 jaar en heeft een budget van 25 miljoen SRD. Dit soort projecten hebben een strikte naleving waarbij de infrastructuur van de waterproductie zal worden vergroot.